De Communiversiteit heeft zaterdag open dag gehouden. Wij van Sunweb TV hebben een bezoek gebracht en gesprekken gehad met twee van de coördinaten. Tijdens deze gesprekken vroegen wij aan hun wat deze in open dag inhoudt en hoe zij het product, met andere woorden gezegd, hoe zij de informatie aan ons kunnen overdragen om ons interesse te trekken en onze aandacht te trekken om een opleiding te volgen bij de Anton de Kom Universiteit. Laten we gaan kijken en luisteren naar deze gesprekken. Wat houdt de open dag in? De open dag houdt in niets anders dan informatie verstrekken aan merendeels de studenten aan van de middelbare school. Natuurlijk zijn er ook studenten van de lagere scholen. Ik bedoel, dan heb ik het over MULO-scholen, VOJ. Dat ze natuurlijk ook komen en dat ze een beeld hebben over kunnen creëren voor de toekomst. Informatie kunnen verstrekken en ook zo hun doelen op papier kunnen zetten en namelijk een visie creëren op zo'n jonge leeftijd om te zeggen van hey, nee, dat wil ik worden. En maar natuurlijk is ook het bedrijfsleven welkom om te weten wat er momenteel gaande is op ADEC, de innovaties die ADEC aanbrengt. En dat zozeer houdt zo'n open dag in. En over dus dat informatie verstrekken over de verschillende studierichtingen verbonden aan elke faculteit. De ADEC heeft 6 faculteiten en ik ben namelijk studentencommissievoorzitter van faculteit der maatschappijwetenschappen. Betekent dat jij dus een richting, een opleiding volgt in deze, in FMW? Yes. Ja. En welke richting? Ik doe bedrijfskunde. Ik ben bedrijfskundige. Hoe zou je dit aan me kunnen verkopen om deze opleiding te volgen? Bedrijfskunde? Yes. Zoals u weet, we hebben in het leven te maken met heel veel bedrijven. Je komt er niet onderuit. Je hebt te maken met mensen. En dat zijn allemaal dingen die je hier leert bij bedrijfskunde. Je leert je leert bedrijfsprocessen, het managen, maar op een theoretische manier en middels theoretische modellen. Het is niet zozeer een hbo-opleiding. Het verschil is dat bij een hbo je beroepsgericht opgeleid wordt, maar bij een wetenschappelijke opleiding word je namelijk, ADEC wordt gezien als een kennisbank. Je krijgt informatie, kennis, maar aan de andere kant geef jij ook kennis af, want je moet middels een thesis, wanneer je gaat afstuderen, namelijk het bachelor, dan moet je eigenlijk bijdragen aan de wetenschap. En dat doe je middels een thesis en je gaat onderzoek moeten doen en bestaande theorieën, of je komt met de eigen theorie, natuurlijk. En deze richting, hoe bevalt het jou zelf? Het past helemaal bij mijn ambities. Ik wil later namelijk mijn eigen bedrijf opzetten. En vandaar deze opleiding past perfect bij mijn keuzes, mijn ambities en mijn visie als mens, natuurlijk. Heb je misschien een boodschap naar de jongeren toe, een oproep? Ja, ik heb natuurlijk een boodschap. Het is namelijk zo dat we zien hoe hard de tijd wordt en je komt er niet onderuit, je moet verder studeren. En namelijk hebben we gemerkt dat binnen het bedrijfsleven nu bedrijven zeggen van we gaan richting professionalisatie en of professionalisering en dan willen wij dus mensen van een bepaald niveau. En dan zoeken ze nu meer mensen van een bachelor niveau of een master niveau. Dus ik wil ze aanbevelen om verder te studeren en goede keuzes te maken in het leven. Nou, ik zou u ten eerste vertellen dat public health een heel belangrijk onderdeel is van de samenleving. Het heeft een belangrijke insteek om mensen te leren gezond te zijn. Organisatoren te leren gezondheid mee te nemen in hun organisatie, overheden
te ondersteunen bij het opzetten van goede gezondheidszorg en goede strategieën om een gezonde samenleving te hebben. Public health is de zorg voor gemeenschappen, naar mensen toe, naar groepen toe en georganiseerd op groepen. Voordat ze ziek zijn, terwijl ze ziek zijn om beter te worden en ook wanneer het erger is. Dus eigenlijk gaat het meer om het systeem van gezondheid en gezondheidszorg. En public health is daar dus eigenlijk gericht op. Ook is het soms gericht, als je public health studeert, heb je verschillende specialisaties. Je hebt strakke onderzoeksrichtingen, waar je dus een hele goede onderzoek wordt in de gezondheidswereld. Voor ziekte, voor epidemieën vooral, voor al dat soort dingen. En daarmee leer je dus hoe je op interventies kan hebben door... Gewoon gedragsinterventies, maar ook soms op gebied van in samenwerking met artsen voor geneesmiddelen en dergelijke. Dus men heeft verschillende sectoren. Daarnaast heb je ook een specialisatie die leert communiceren met mensen, heel goed communiceren met mensen om ze te helpen hun gedrag te veranderen naar een gezonder gedrag. En dat kunnen ze op groepsniveau, op individueel niveau, op allerlei soorten niveaus leren de public health mensen daarin dingen. Daarna heb je ook een sterke richting met verbonden met milieu. Want we weten hoe milieu, als het milieu niet goed verzorgd wordt, hoe het milieu naar ons terugtriggert en ons ook ziek maakt. Dus hoe moeten wij omgaan met het milieu om gezond te blijven? En je hebt milieuafdelingen op de universiteit gericht op het milieu. Maar bij ons gaat het sec om de relatie met gezondheid en het milieu. Dus die focus is er bij ons. Dat zijn eigenlijk de drie grote pilaren van public health. Behavior, research en milieu. Maar daarnaast heb je nog een x-aantal dingen zoals financiering van de zorg, management in de zorg. Dat soort aspecten zijn ook heel belangrijke aspecten. Dus deze opleiding is wel is daaraan gerelateerd, maar wel moeten de mensen een goed beeld hebben van wat gezondheid is, wat een gezond mens is. Je kan niet iemand gezond willen hebben als je niet eens weet hoe een gezond mens in elkaar zit. Dus er is toch ook wel een sterk biologisch, natuurkundig en wiskundig fundament wat je moet hebben om goed te kunnen meegaan in die gezondheidswereld en mee te kunnen discussiëren met de problemen over vaccinatie, over immuniteit, over alles. En dat is eigenlijk deze studierichting. De studierichting is nieuw. Die studierichting bestaat nu al 3 jaar. We gaan dit jaar onze eerste mensen afleveren als bachelors. Het zijn dus echt heel leuk gevormde jonge mensen. Ik ben heel trots en tevreden over hoe ze zijn ontwikkeld over de laatste 3 jaar. Gekomen van een middelbare school met weinig kennis en nu echt wel met veel inzicht wat betreft de gezondheidszorg. En ik denk ook dat ze hele goede masterstudenten gaan worden. De studie duurt 3 jaar. Dus dat is eigenlijk wat ik kan vertellen van die studie. Daarnaast hebben we ook een masteropleiding. Die masteropleiding bestaat al een beetje langer. En die is niet elk jaar, dus om de zoveel tijd doen we een masteropleiding, omdat je genoeg mensen moet hebben, het kost geld. En dat is eigenlijk een beetje wat ik kan vertellen. U zegt deze richting bestaat er nu al 3 jaar. Is men geïnteresseerd? Vraagt men? Komt men bijvoorbeeld bij deze open dag, u heeft dit allemaal ervaren? Lijkt men geïnteresseerd in deze richting? Wel, de open dag is niet zo lang open, maar het zijn wel mensen die komen en belangstelling hebben. Ik denk, mensen zijn wel geïnteresseerd, maar mensen weten er niet van. En dat is eigenlijk het probleem. De studierichting heeft nog niet veel bekendheid. Heel veel mensen die weten van, je bent klein en mensen zeggen je moet dokter worden en weet ik veel wat. Je gaat naar de dokter. Wanneer ga je ooit naar een public health specialist als je klein bent? Nee, je gaat naar de dokter, dus je ziet een dokter. Weet je, je ziet een aantal beroepen die achter de schermen zijn, zie je niet. Dus de bekendheid geven aan die studierichting is eigenlijk wat we nu belangrijk vinden. Zodat de interesse ook gewekt wordt bij mensen. En mensen begrijpen wat ze allemaal een scala aan dingen die ze kunnen doen. Een vraag die mij ook stelt is van waar ga ik werken met dit ding? Je kan met
gezondheid en gezondheid, richtlijnen kan je overal werken. In grote bedrijven heeft men ook afdelingen waar dat belangrijk zijn. Als men nieuwe dingen ontwikkelt, bezig is met goud zoeken, moet je eigenlijk ook weten hoe je dat moet doen om de mensen niet te vergiftigen. En je hoort, als je verantwoordelijk bezig bent daarmee, heb je ook een specialist daarin nodig om je daarin te begeleiden. Als mensen op verantwoordelijke manier dingen doen, zijn deze mensen ontzettend belangrijk in alle sectoren. In de gezondheidszorg, maar ook daarbuiten. En uiteindelijk krijg je natuurlijk ook kansen in internationale organisaties, bij NGO's, om je verder te ontwikkelen. Betekent dus dat deze richting, als je gaat planten, als je gaat nauw kweken, alles wat eigenlijk te maken heeft met de gezondheid van de mens. Het gaat eigenlijk over, ik heb u horen zeggen, het gedrag, de gezondheid, de omgeving. Betekent, public health heeft een belangrijke onderwerp of rol. Een belangrijke rol binnen alles. Planten. Bij planten gebruikt men te chemicaliën. We horen er jaren over. Er is één gedeeltelijk onderzoek geweest over hoeveel het is. Maar hoeveel het precies is, waar je het precies moet doen, waar je op moet letten, waar zijn de wetten om het te controleren, waar zijn die dingen, daar moet public health bij helpen.